In veel katholieke kerken is een kruisweg aangebracht. Zo ook in deze Pancratiuskerk. De kruisweg is een aloud gebruik dat volgens de overlevering wellicht teruggaat op Maria, die na de verrijzenis en in de jaren die haar nog gegeven waren, veelvuldig de plaatsen van Jezus' lijdensweg zelf zou hebben bezocht. In de loop der tijden ontstond daarin het gebruik om die plaatsen ook te bezoeken, maar omdat niet iedereen het Heilig Land zomaar kan bezoeken, werden er in kerken de plaatsen van Jezus' lijdensweg uitgebeeld door beeldhouwwerk of schilderingen. In de 18e eeuw werd het aantal van deze schilderingen of beeldhouwwerken vastgesteld op 14. Meestal werden ze in de kerken aan de noordkant van oost naar west geplaatst en aan de zuidkant van west naar oost. Ook in deze kerk, de Pancratiuskerk, is dat zo. Tijdens de kruisweg van Jezus, de lijdensweg, staan wij stil bij de bijzondere plaatsen waar Hij voor ons heeft geleden. Maar de kruisweg van Jezus is niet alleen zijn weg. De kruisweg laat ons ook iets zien over onze levensweg. Want ook deze levensweg kent best wel vele kruisen op onze tocht. Hoe wij deze kruisen het beste kunnen dragen, hoe wij deze voor anderen draaglijk kunnen maken, daarover leert ons de kruisweg van Jezus. Want hoe Hij zijn weg is gegaan, zo mogen ook wij in afgeleide zin onze weg door het leven gaan, met elkaar. Hier zijn we bij de eerste statie. Staties heten zo omdat we even stilstaan, een soort stations, langs de lijdensweg van Jezus. Hier staan we stil bij het begin van Jezus' lijdensweg. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Het is prachtig uitgebeeld, want we zien daar degene die Jezus veroordeelt. Caiaphas toch? Uiteindelijk was het degene die het direct heeft gedaan, was Pontius Pilatus. Hij is zelfs in onze geloofsbelijdenis terechtgekomen. Hoe bestaat het? Pontius Pilatus is degene die uiteindelijk Jezus ter dood veroordeelt. En hij doet iets bijzonders. Ik weet niet of jullie doorhebben wat hij doet. Hij zet zijn handen toe, was hij nu onschuldig. Hij wast zijn handen, er is een spreekwoord uit voortgekomen. Hij wast zijn handen in onschuld. Jezus heeft zojuist getuigd, hij kijkt ook van Pilatus weg. Hij heeft getuigd van de waarheid. Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. Pilatus heeft gezegd, wat is waarheid? Prachtige filosofische vraag zelfs nog. Daar komt geen direct antwoord op. Maar Pilatus, eigenlijk wil hij Jezus niet veroordelen. Hij zit in een soort spagaat. Er is een prachtige legende dat zijn vrouw een droom heeft gehad om deze man niet te veroordelen. Ze heeft het hem laten weten in die legende. Het geeft de spanning aan waarin Pilatus moet hebben gezeten. Maar hij durft het niet aan. Hij kiest toch mooi voor zijn eigen hachie. En hij legt ook nog de schuld bij anderen. Hij wast zijn handen in onschuld. En de onschuldige zelf, hij zal worden veroordeeld. Ja, de beeldhouwer heeft het echt heel treffend in beeld gebracht. Het komt ook echt tot leven, doordat het beeldhouwwerken zijn, niet alleen maar schilderingen. Nee, het is echt 3D. Ja, ja, absoluut, absoluut, ja. Ja, ik vind het heel indrukwekkend dat Jezus hier staat als een onschuldig ter dood veroordeelde. Hij staat eigenlijk voor heel veel mensen in deze tijd die ook onschuldig veroordeeld worden of onthoofd worden gemaakt. Vaak door leiders, politici die hun handen wassen in onschuld. Ja, hij deelt in dat lijden. Ja, dat is een bijzonder troostvolle gedachte. Ja.
eigenlijk een prachtig beeld voor wat er in de wereld zo vaak gebeurt. En daarom bidden we bij elke statie, bij elke plek waar we stilstaan, ook altijd een kort gebed. Eeuwige God, over heel de wereld ondergaan mensen hun lijden. Laat hen die delen in uw lijden ook delen in de kracht van hoop en bemoediging. En breng allen die anderen kwaad doen tot inkeer en bekering.